Als de mensen naar hier komen, is het menu een viergangen of een zevengangen menu. Men weet eigenlijk nooit wat men zal eten, want men mag enkel zeggen wat men niet lust. En ik maak een menu. Twee voorgerechtjes, hoofdgerecht en een dessert. Meestal komt dat uit zee, soms gecombineerd vis, vlees of ik gebruik rood rund. Ook een Belgisch rood rundras uit de streek hier. Wat hebben we nog van specialiteiten? Onze garnalen die zijn altijd handgepeld. Maar ook onze keuken is een beetje typeert zich doordat het een soort vernieuwende keuken is, wat inventiever. Eigenlijk een klassieke keuken vernieuwend gebracht. Wat heb ik hier klaargemaakt? Eigenlijk een Belgische stik tartaar, maar een variant daarop met makreel, omdat we hier aan de Noordzee zitten, en gerookte zoete haring. Waarom koos ik eigenlijk voor haring? Omdat Nieuwpoort ooit gered geweest is door de haring. Namelijk, het zit zo, in de Eerste Wereldoorlog was er geen toevoer meer qua voedselrantsoenen. Moest alles van zee komen, maar de visvangst was zeer slecht, tot er plotseling de wonderbaarlijke visvangst van de haring kwam. En er lagen hier tonnen haring die plotseling uit zee kwamen. Eigenlijk de wonderbaarlijke visvangst. Dit heeft eigenlijk Nieuwpoort gered, die bijzondere haring. De bieren die ik gebruikt heb in het speciale gerechtje waren ten eerste kriek. Dit om de rode ajuin te marineren. De oude heus om de koolrabi te marineren. En dan nog de framboos om de rode biet te marineren. En dan de roste Jeanne, die past er perfect bij. Visgerechtje is ook een perfect aperitief bier. Gaat ook bij vlees, is eigenlijk een veelzijdig biertje. Die roste Jeanne is zeker een verhaal apart. Waarom? Roste Jeanne is eigenlijk Jeanne Panne en dat was de heks van Vlaanderen. Dat is de laatste heks die opgepakt geweest is, de 17e. En dat is de laatste heks die verbrand geweest is hier op de markt in Nieuwpoort, op de brandstapel. Roste Jeanne, 7 graden, een roodkleurig bier, wat er haar weerspiegelt. Het is fris, hoppentoetsen, een droge afdronk, wat perfect matcht met de gerechtjes van hier, vis, vlees. En het heeft wat hoppen. Het wordt ook gebrouwen door de Struisenbrouwers.